In Amstelveen, aan de Laan van Kronenburg, wordt dit voormalig kantoorpand de komende periode verbouwd tot noodopvanglocatie voor maar liefst 400 vluchtelingen. Het is de bedoeling dat de eerste vluchtelingen al in februari hun intrek zullen nemen. Op een steenworp afstand van de opvang is het kantoor van de vrijwilligerscentrale Amsteland gevestigd. Ook zij bereiden zich voor op de komst van de vluchtelingen. Tijdens de nieuwjaarsborrel is dit dan ook het gesprek van de dag. We zijn echt overstelpt met allerlei mensen die zeggen, wat kunnen wij doen? Organisaties, bedrijven, mensen van uit geloofsgemeenschappen, vanuit culturele, maatschappelijke groepen, maar ook ontzettend veel mensen. En wat gaan de vrijwilligers doen? Nou ja, kijk, dat zullen we toch eerst eens even moeten kijken. Wat voor mensen komen hier? Waar zijn die mensen aan toe? Hoeveel kinderen zijn erbij? De vrijwilligers bieden nu echt van alles aan. Dus ze willen kunstroutes, kunst maken, voorlezen, Nederlandse taal, sportactiviteiten. Er wordt echt een enorm divers aanbod momenteel. En dat zullen we echt rustig moeten bekijken. Wat past nou bij de vraag van de mensen? Ik kan u zeggen, er zijn momenteel meer mensen die vrijwillig iets willen doen dan dat er asielzoekers komen. Dat is echt ongelooflijk. Eigenlijk gaan we trechteren. We gaan niet iedereen begeleiden die iets wil doen. Maar we gaan zorgen dat als jij een aanbod hebt, dat aanbod op een goede manier bij het COA komt. Ja. Kan je zeggen dat Amstelveen er dan klaar voor is? Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Het is een enorme energie. Mensen, het is vanavond ook onze nieuwjaarsreceptie. Bijna iedereen vraagt ernaar. Wanneer kunnen we gaan beginnen? Wat kunnen we doen? Dus jullie zijn heel blij dat jullie het mogen doen? Absoluut, ja.